Weet je, when people are down, you must bring them up. Dat is wat we blijven doen. En ik doe het dus niet alleen, want alleen bam, dan draint het. We kennen allemaal die dossierverkoopsters langs de weg op Para. Surinaamse vrouwen die middels dit traditioneel product proberen in hun dagelijks onderhoud te voorzien. Nu heeft een deel van die vrouwen zich verenigd in Stokpa en door de koppen bij elkaar te steken het product cassava crackers ontwikkeld. Mijn naam is Sherida Morwan. Ik ben gemeenschapsontwikkelingsspecialist. Dat is mijn passie. En ik doe er alles aan om gemeenschappen vanuit hun eigen kracht dat ze zichzelf ontwikkelen. Stokpa is in 2011 opgericht. Met welk doel is het opgericht? Het heeft als doel gehad om... maar er is natuurlijk een heel groot doel. En dat was dat Para het district wordt waarbij er... cassave wordt geplant, het cassave district wordt. Along the way hebben we gezien dat er toch wel wat veel meer werk gedaan zou moeten worden. Er zijn heel veel goede initiatieven ook geweest, ook vanuit de overheid. Maar je moet vanuit het fundament, vanuit die gemeenschap werken. En die gemeenschap moet mee willen gaan in die ontwikkeling van de cassave. Dus we hebben een aantal vrouwen, een aantal mannen die heel actief zijn in die cassave sector. Hebben we geïdentificeerd en samen hebben we gezegd van weet je, die cassave kan je veel meer uithalen. Het is big business. Weet je, als je alleen maar kijkt naar onze buurland Brazilië, het is een $1 million business. Ja, offers, eigenlijk, ja, ik weet niet of je het offer moet noemen, maar dat klinkt heel erg zwaar en is best negatief geladen. Ik zou zeggen, wat moet je er allemaal voor doen? Om dit gedaan te krijgen. Praten, communiceren, trekken aan mensen, motiveren, inspireren. Dat zijn de dingen die je moet blijven doen. Weet je, when people are down, you must bring them up. Dat is wat we blijven doen. En ik doe het dus niet alleen, want alleen bam, dan draint het. Maar door zusters te hebben als een Wilma Dandel, als een Roline, als een Tante Marianne. Dus een groep van vrouwen die ook achter je staat om dit mee te supporten. En ook die vrouwen zelf. Je hebt een kerngroep, een Diana Akoy, een Miriam Cairo. Een kerngroep die jou steeds blijft inspireren. En dat is wat we ervoor doen. Dus wat we ervoor doen is dit. Werken. Blijven praten, communiceren en constant naar markten zoeken. Het steeds spannend blijven houden. Omdat we natuurlijk ook in een samenleving zitten waarbij men moet wennen aan die crackers, waar men moet wennen aan producten. Weet je, nieuwigheden zijn niet zo hot. Dus je moet en de lokale samenleving en onze eigen samenleving moet je constant blijven inspireren om het lokaal product te kopen. Dus wat we onderschat hebben is die hoeveelheid, de verandering die mensen moeten ondergaan en moeten willen ondergaan. Dat is wat we hebben onderschat. Mensen moeten willen op tijd te leveren. Mensen moeten willen getraind te willen worden. Mensen moeten willen nieuwe producten te maken. Dus zeg maar de willingness factor, daar hebben we onderschat. Want we dachten van ja, je doet het even en het komt wel goed. Die concurrentie hebben we ook onderschat. Want het moment dat je met een product komt op die markt, wow, you know, voordat je denkt, heeft iedereen het ook. En je moet de mensen blijven inspireren, blijven doorgaan. En wat we ook hebben onderschat, is access to finance. Omdat het uiteindelijk heb je te maken met vrouwen die op die non-bankable zijn voor de commerciële banken. En dat betekende dat je zo afhankelijk bent van fondsen. En fondsen hebben weer een hele lijst eigen dingen die ze willen hebben.
Dus, en dan moet je die match vinden. En daar hebben we, dat hebben we ontzettend onderschat. En dus we zijn dus nu weer teruggegaan naar de tekentafel om te kijken van oké, wat kan wel? En daar, dat is de fase waarin we zijn. Langzaam die markt opgaan, klanten onze kant op krijgen en constant met innovaties komen. Beschrijf een productiedag voor ons. Okay. Hoe ziet die dag eruit? Hoe laat staat u op? Wat doet u allemaal? Hoe ziet zo'n dag eruit? Ik niet. Ik sta niet vroeg op. Het zijn die vrouwen die het doen. Dus hoe zo'n productiedag uitziet voor die vrouwen. En dat bedoel ik dus de baksters. Ja. Dit is dus die vrouwen. Ja, dit is die Loloksaba. Die Loloksaba wordt dus, dat wordt dus gerast. Dus het is die bittere cassava die gerast wordt. Dat wordt in een matapi geplaatst. En uiteindelijk wordt alle gifstoffen, alle vocht wordt eruit geperst. En dan komen dus deze stukken komen eruit eigenlijk. En die matapi is iets van 1,80, Diana? Ja, het is verschil. En dat wordt dus gebruikt. Vervolgens wordt er dus die Loloksaba gestampt, gezeefd. En dan wordt die gebakken. Dus wat is ze nu aan het doen? Nu hebben we voor, zeker als wij het veld ingaan. En zoals we vandaag bij tante Marianne op bezoek zijn. In de prachtige tuin. Hier gebeurt vaak die innovatieplaats. Dan gaan we nadenken over de verschillende producten die we kunnen maken. En dit is dus een mobiele bakoven. Die we dan hebben laten maken. Nu zal dus Mirjam ervoor zorgen dat er vuur wordt aangemaakt, dat die heet zal worden voor het bakken van de cassava. En terwijl zij vuur aanmaakt, is in de tussentijd zal Diana een kleine demonstratie geven over het stampen van de cassava. Maar wat ze doet is dus nu eerst even die matapie schoonmaken en wanneer ze die mata schoonmaken. En vervolgens wordt er dus een, zal die cassave erin gestampt worden. Dit is een mini, dit is voor deze demonstratie dus een kleine matta. Want normaal hebben ze van die hele grote matta's die we gebruiken. Ja? Het hout moet bijna goudkleurig worden. Hij moet gaan gloeien en dan pas gaat die plaat erop. En die plaat gaat gewoon op dat hout daar? Nee, er komt een 3 voet toe. En, daar, en dan komt Viola brengt het al en dan gaat de plaat erop. Je kan het zetten. Oh, Afaya, ne? Ano, Afaya, zo. Zo, deze madame die gaat dus alvast die Loloksaba die we eerder hebben gezien, gaat ze stampen. Helemaal fijn stampen, waardoor het makkelijk is om uiteindelijk je cassavebrood mee te maken. Want doordat hij in die matapi is gegaan, is hij helemaal dik geworden, helemaal compact. En dan, dan moeten ze ervoor zorgen dat hij helemaal fijn is. Hij wordt eigenlijk losgemaakt. En dit wordt dus op verschillende locaties gedaan? Ja, dus iedereen doet het bij een eigen locatie. Nu, wat er gaat gebeuren, is dat er gezeefd gaat worden. En u ziet, het is bijna is een familieding, hè. Amadini doet een deel en dan... meisje, ik ben je naam vergeten. Sarafina. Sarafina gaat dan, is ook de dochter van Diana. En die gaat dus ook, gaat dus nu dit deel stoppen. In die manari is het toch? Ja. En dan wordt er gezeefd. Dus eigenlijk, dit is de eerste grove scheiding. Dit is dus die traditionele manari
waarin die kasaba, die loloksaba, die eenmaal gestampt is, fijn gezeefd wordt, dat die helemaal fijn is. Dat je alleen maar fijne deeltjes hebt en geen klontertjes. En wat gebeurt er met die klontjes? Die klontjes blijven achter. Soms een deel daarvan maakt men... eigenlijk zorgen ze ervoor dat er bijna, dat er gewoon geen klontjes overblijven. Dit zijn echt healthy products, want er zit totaal geen boter, geen vet, niks zit erin. Die plaat wordt goed geveegd. Mirjam had haar kassava al gestampt. Dus wat ze nu doet, is hem losmaken weer. Je ziet het, het is net zo droog al. Die van Diana is verser. Toch? Want die is, die, maar deze, want je kan hem ook in de vriezer zetten, et cetera. Nadat hij gestampt Nadat hij gestampt is. Maar zij had het dus al gedaan. Dus nu is het alleen maar een kwestie van losbreken. Om te weten of die pan heet genoeg is, zal Mirjam dus een beetje cassava erop gooien en kijken van hoe het, of hij heet genoeg is. En hoe zie je of het heet is, Mirjam? Ja. Zoals u ziet, hij is al heet genoeg. En dat kan je zien doordat je die cassava erop hebt gegooid, dat hij snel bruin wordt. En wat ze dan doet is om vuur te spreiden, dat zij dus dan die stukken hout ook een beetje zal verspreiden. Dus het is eigenlijk een beetje vuur verspreiden. Dit is een hele traditionele manier van die cassava crackers. Dus daarom is het echt homemade en even die smoky taste. We hebben zouten smaken en zoete smaken. De zoute smaken zijn sesam, fonfonpeperik, gember, knoflook, kaas, toch? En paprika. En de zoete smaken zijn kaneel, cacao en koffie. En gember smaken. Dit wordt elke dag gedaan. Het wordt meestal 's morgens gedaan, vroeg 's morgens, waardoor er weinig wind is. En dat er dus, daar hebben daardoor de vrouwen minder last van rook. En vroeg 's morgens, Mirjam staat 4 uur 's morgens op. 3 uur 's morgens staat Mirjam op. Om vervolgens haar ding klaar te maken. Het is dan koeler, is niet zo heet. Mm-hmm. Je hebt niet zoveel wind. En heb je daardoor veel minder rookontwikkeling. Wow. Maar nu moeten we wel gaan, en dat is dus het traject waar we nu in zitten. Om toch nog die smoky smaak te hebben, maar wel een beetje andere vorm van keuken. Waardoor ze veel minder ook andere momenten van de dag kunnen bakken en minder blootgesteld worden aan die rook. Oké, wat er nu is een mal. Er is een mal geplaatst op die plaat, waardoor je diezelfde die vorm krijgt van die cassava crackers.
Hoe weet je wanneer hij af is of wanneer je het moet keren? Wanneer moet je hem keren? Juist, zodra je een beetje hard is. Ja, zodra het een beetje hard is aan de onderkant, dan weet je dat je hem moet keren. Ja? Oh, cassava bread, hè? Vonden we niet hot meer. Dus we hebben hem crackers genoemd. Omdat je hem dan echt ook een beetje modernere naam. En je kan hem met verschillende toppings eten enzovoort. Dus vandaar dat we gezegd van dit is een cracker. Even twee hapjes cracker en het is op. En het is lekker bros. Oké. Ze kan het ook een beetje straks voor je opwarmen. Op die pan. Het is lekker, joh. Maar het mooie van cassava is, hij heeft tweede levens. Dus in principe in een bakje zoals je het in de winkel krijgt, blijft hij 3 maanden. Goed. Maar zelf daarna, wat je kan doen, weer in de oven zetten. En hij heeft weer een tweede leven. En hij is net zo lekker weer. En een beetje roomboter of een beetje iets erop. Als zit hij. Toen keken we om ons heen en we zagen dat de meeste mensen heel erg actief zijn in die cassave. En ook die vrouwen. Je zag vrouwen overal op straat staan, cassava breden verkopen, et cetera. En anderen hebben daarmee hun kinderen grootgebracht, hun business gedaan. En toen was zoiets van, maar daar zou daar verbetering in kunnen komen. En vandaar dat we dus dat ze hebben gedaan. We hebben mede partners gevonden die... eigenlijk alle mensen van alle politieke partijen hebben ook erbij gebracht. Om te voorkomen dat je een soort splitsing krijgt. En van daaruit hebben we gezegd van nu gaan wij gezamenlijk werken aan die ontwikkeling van die sector. Ik kijk naar mijn zuster Wilma Dandel daar. Zeker deze onderneemsters hebben ook een sociaal leven. Eigenlijk vrouwen als moeder, als onderneemster, op een of andere manier creëren we toch een balans. Je kinderen meenemen, zoals je ziet, Diana Akoy, de kinderen gaan ook mee in die business, beginnen te helpen bakken. Daarna zorg je ervoor dat je wat momenten hebt waarbij je bij elkaar komt en kan relaxen. Die momenten moet je inbouwen. En daarnaast moet je ervoor zorgen dat je ook goed voor jezelf zorgt, goed eten. Anders word je heel snel een wrak. Dus wij inspireren die vrouwen ook om ook naar zichzelf te kijken. En ook een dagje vrij te nemen en te relaxen. Trouwens, zij zeggen dat ook tegen mij. Dus wat dat betreft houden we elkaar in balans. Zou ik zeggen, er is altijd concurrentie om de hoek. But just never give up. Never ever give up. Ga altijd direct kijken hoe je het anders kan doen. Ga steeds terug naar de tekentafel. Wanneer je ziet dat iets niet lukt, naar de tekentafel bedoel ik weer ontwerpen. Wat kunnen we anders doen? Ga gewoon weer terug. But just never give up. Want er is altijd een gat in de markt.